Hoi, ik ben Berat en ik ga vandaag autospotting doen in Google Maps. En vandaag ga ik hier, het is niet in Duitsland. En ja, je ziet hoeveel klassiekers hier zijn. 2 Jaguars en 1 Austin Healey. En Corvette. Je ziet zoveel Ferraris zijn hier. En ja, ze zijn. Waar is. Oh ja, dit is een Testarossa hier. En. Oh, hier zijn zoveel Porsches. Ik vind deze kleur van Porsche echt mooi. Ik ga nog een keer hier. Oké. Dus nu ga ik hier. Ik denk dat het bijna 100 auto's heeft. Dus ja. Een Mercedes. Is dit eigenlijk echt de echte? Als het de echte is, is het 500.000 euro. Daar heb ik ook iets voor jullie. Dit is een MC12. Een Zagato. Aston Martin Zagato. Wow, zo veel exotische, luxueuze superauto's. En ik hou van die McLaren P1. Maar ik vind ook, ja, die auto's hier zijn mijn favoriet. Ziet, wow. Ja. Het is echt mooi. En dat Mercedes is ook mooi met zijn Gullwing. En hier is Audi R8. Ja, Lamborghini Countach. En wow, ja, 488 en 458. Ja, het is echt mooi. Het is in. Wacht eens even. Hier is Autosalon Singen. Singen. Ja, wacht eens even. Autosalon Singen. GmbH. Oké. Dit is een Enlago. Een Ferrari Berlin F12 Berlinetta Enlago. Wow. Ik denk dat er 200 auto's hier zijn. Niet 100, maar 200. Je ziet zoveel auto's. Ja, zoveel mooie dingen. Die Lotus is ook echt mooi. Dus ik ga nu in een andere auto. Nee. Ik ga het buitenkant ook laten. Dit is in Nederland. VDM Cars Groningen. Ik denk dat het gewoon. Wow. Het is van augustus 2018. Dus dit Bentley was nieuw. En ja, het is mooi. En het zegt dat het ook hier een Bugatti was in dit foto. En hier is Francochamps Ferrari in Brussel. Je ziet het interieur niet en ik ook niet. Wat is dat daar? Oké. Niemand ziet. En hier is H.R. Owen Specialist Cars. Dus je ziet eerst Bentley, Bentayga, Mercedes SLS en wacht eens even. En een KTM. En een Black Series van het AMG. En een Multilago. Wow, waar is dit eigenlijk? Naar buiten te zien daar ook auto's en hier buiten zijn ook Bentleys en Aston Martins. Oké, daar is de garage ja, hier zijn allerlei Bentleys. Oké. Eigenlijk is dit geen Bentley dealer.
Maar HRON is wel goed. Hier zijn ook sommige Bentleys. En hier buiten ook. Wow. Het is geen hoofdkantoor van HRO. Oké, ik heb iets anders gevonden. Maar wacht even. Het is een Jaguar SVR en een Mercedes SLS. Wacht, goed, laten zien. Het is niet zo groot eigenlijk. Het heeft wel McLaren's, Porsche's. Ik denk dat het, oh ja, het is iets meer groter. Het is een kleine ruimte voor de auto. Oh ja, dit Green Beast. Het heeft geen kleur van groen. En Ferrari FF en een BMW Alpine. En hier is een Ferrari Scaglietti 612. En oh ja, dit was wel klein. Dus ik ga ook naar buiten. Hier. Wow. het zijn heel veel auto's hier. Mercedes, Aston Martin, alles. En dit is Maserati Grand Sport. Wow, what is that? Is dat een Mansory of... Oké, dat weet ik niet. Een Lamborghini Aventador. Wow, McLaren 12C. En ja, het was deze. Het is R&W Motor Company. R&W Motor Company. Het is in London. Nee, het is in Engeland. Ik weet niet waar van Engeland. Niet kijken in een andere autoshow. Het is nu, hier zijn ook Ferraris. Ja, Ferrari. 3 Ferrari 458. Een Nissan GTR. McLaren 675. LT. En ja, allerlei auto's staan ook buiten. Wow. Oké. Ik denk dat het. Wow. Heel veel auto's zijn. Maserati, Porsche, Ferrari, allerlei auto's. Ook Range Rovers en Porsches. Oké, dit is niet zoveel. Het heeft niet zoveel dingen. Ik ben niet Exotic Cars Dubai. Ik weet niet waarom. Ja. Het zijn gewoon... Wow, wie is deze? Het zijn gewoon heel veel Bentleys. En Ferraris. Oké. Het is staat in Dubai. Ik ben in Exotic Cars Houston. Wow, dit is een originele. Het is ook eentje in Nederland. In Gallery Aerling. Oké, ik ga niet in Gallery Aerling. Oké, ik ben niet in Gallery Aerling in Nederland. Het is gewoon Gallery Aerling. Het is gewoon heel veel mooie auto's. Heel veel klassieke oude auto's. Ferrari Dino. Ja, allerlei mooie auto's. En een Lamborghini 400. Het is 400 GT of 400. Een Aston Martin Jaguar. Ja, dit is ook een Jaguar. Als niemand dat weet. Oké, ik kan in de tweede verdieping. En Mercedes, Triumph, Maserati. Ja, nog een andere Ferrari Dino. En een Maserati. Ja, gewoon. Mercedes. En wow, kijk die Caterham. Ik denk dat het Caterham is of Lotus. Oké, hier. Wow, dit is echt oud. Ik ben ook hier geweest en ik heb ook een video hiervan. Dus ga het dan zien. En hier is ook. Ik denk dat dit een geheime garage is. Omdat ik niet kende hier komen in
toen ik hier kwam. Oké, en hier is Mercedes 300 SL. Ja, Ferrari 400. Ja. Heeft gewoon. Ik denk dat het. Ja, 500 auto's heeft hier. En ik was 3 uur hier bezig om de auto's kijken en foto's maken van die auto's. Oké. Nu ga ik in de vierde verdieping. Dit is eigenlijk, weet ik, dit is, ah ja, dit is een garage die iets on 1 kilometer verder op ligt dan de auto showroom. Oh, het is gewoon ontelbaar. En oh, wat is dit eigenlijk? Ik dacht dat het Bugatti was. Ferrari Testarossa. Wow, dit is een limousine. En het is heel veel waard in Mercedes. Oké. Ferrari baby. Jaguar, Jaguar, Jaguar. En Daimler. Ja, zo veel auto's. Nu ga ik in de vijfde verdieping. Nee, het is niet de vijfde verdieping. Het is een andere garage. Austin Healey, Lamborghini, Rolls Royce. Oké, mensen, ik ben klaar met die video vandaag. Dus doei tot de volgende video.